Ja, het is nooit leuk als je een ander team met een prijs ziet. Maar ik denk wel dat het goed is voor jezelf om daar wel iets uit te halen. Uit de viering van de tegenpartij. Zowel het respect wat je moet geven aan, in dit geval Eindhoven. En ook voor jezelf als een stukje motivatie. Dat je dit gevoel niet nog een keer wil hebben. Dus dat je dan wat harder gaat trainen. Ik denk dat dat ons juist ook gebrand heeft om juist door te gaan en ja, gewoon resultaten te boeken die we gewoon nodig hadden op dat moment. Ik denk dat die bekerfinale wel meetelt in de wedstrijd daarna. Omdat er toch nog een beetje een negatief gevoel binnen het team was. Omdat je verliest en wel behoorlijk verliest. Dat gevoel had ik dan zelf niet, maar dat kon je wel proeven op de training die maandag. En we hebben ook wel vaker gehad dat tijdens het seizoen in de competitie, als wij een slechte wedstrijd speelden, dat wij ons echt wilden revancheren tegenover onszelf in de wedstrijd daarna. Op het moment dat we vanuit de topklasse kampioen zijn geworden, toen hebben we voor het eerst tegen elkaar gezegd van oké, we gaan nu een 3-jaren plan maken. En dan gaan we kijken van waar willen we in 3 jaar naartoe? Welke doelen stellen we ons voor de komende 3 jaar? En toen is voor het eerst het woord gevallen van we waren dus kampioen geworden. We willen binnen 3 jaar naar de Eredivisie. Ik denk dat vorig jaar de basis al gelegd is. Toen hadden ze alleen de pech dat ZVV Eindhoven net 2 wedstrijden beter was als Ede. Elke keer verloren ze met 1 doelpunt. Anders had ZVV Ede vorig jaar al kampioen geworden. En nu zetten ze die lijn eigenlijk voort en hebben ze alleen maar last van Heracles Almelo. Je hebt 18 wedstrijden gewonnen vorig jaar, 2 verloren. En je hebt dan niks, niet eens na competitie. Ik denk dat wij ook een bepaalde veerkracht hebben getoond door het dit seizoen wel goed op te pakken. En er gewoon vol voor te gaan. En dat is ook te zien aan de stand, denk ik, en de resultaten. Ja, we staan er goed voor in de competitie. Maar kampioen worden is wel net even belangrijker dan de beker winnen. We wisten het seizoen eigenlijk al van, ja, vorig jaar hebben we eigenlijk een eye-opener gehad dat 18 wedstrijden achter elkaar, 18 wedstrijden winnen en 2 verliezen niet voldoende is. Hè? En dit seizoen hebben we er 19 gewonnen, 1 gelijk. Dus ik heb ze continu 1 doel voor ogen gezet, dat is die kampioenschap. We hebben het uitgesproken met z'n allen, dat doel is dit. Het toetje is de bekerfinale en dat heb je bereikt. Oké, fijn, leuk, maar dit is het belangrijkste doel. Dus ook na die bekerfinale hebben we het erover gehad. En daarna zeg ik, de volle focus moet nu volledig op de Eredivisie, op het behalen van het ene doel. Ze staan op dit moment 4 punten voor. Volgende week vrijdag spelen ze tegen Winsum. Mocht Heracles verliezen, dan zou ZVV Ede ook kampioen kunnen worden. Ja, je kan eventueel kampioen worden. Nou ja, daar neem je dan ook wat voorbereidingen voor. Maar het is niet zeker. We hadden van tevoren al contact gehad met de tegenstanders van Heracles. Studenten Zaalvoetbalvereniging Groningen, Dr. Anders Vijfje. En nou ja, er waren al wat supporters die contact hadden gehad en die hadden ze al allerlei bier beloofd dat ze zouden winnen. Dus ze wisten wel dat wij graag hadden dat ze zouden winnen. Ja, wij waren natuurlijk gewoon, onze focus was gewoon op de wedstrijd. En wij moesten die wedstrijd gewoon winnen. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met het team, dat de focus echt op onze eigen wedstrijd lag. Ik heb geen enkele keer iemand horen vragen hoeveel staat het in Groningen. De tegenstander speelt natuurlijk iets eerder, dus op een gegeven moment dan krijg je tussenstanden door en dan ontstaat er een hele spannende situatie. Want ja, ze stonden op een gegeven moment achter. En dan, ja, dan op dat moment was je virtueel kampioen en als het dan zo blijft en, of weer zo wordt in dit geval, dan, ja, dan, is dat, dan ben je kampioen en hoe eerder hoe beter natuurlijk. Misschien is de tegenstander van Heracles die appt mij de tussenstand wil. Ik kan beter gaan coachen. Persoonlijk krijg ik echt niks mee van wat er bij de andere wedstrijd aan de hand is. Op een gegeven moment hoor je wel wat geluid van de tribune, maar meestal sluit ik me daarvoor af.
daar krijg ik zelf dan niet zoveel van mee, maar op een gegeven moment heb je wel het gevoel van waarschijnlijk zitten we wel aan de goede kant of kan het zometeen de goede kant opvallen. Op zo'n moment, dan wil ik dat wel weten. Dan ben ik wel een beetje een zenuwpeest die rondloopt en vraagt. En nu en bij jou, hè, terwijl ze hetzelfde kanaal volgen. Maar ja, dat is wel hoe het ging. Er was de hele tijd nog iemand tegen me aan het praten. En ik hoorde eigenlijk nauwelijks wat hij zei. Want ik was veel te veel bezig van, hey, komt er weer een tussenstand door. Want het was niet zo dat er twee doelpunten verschil tussen zaten. Er was een gelijkspel, was wel genoeg, maar het bleef wel spannend tot de laatste toe. Ja, je weet, in de zaal heb je zo'n doelpunt gemaakt of twee, dus voordat het echt klaar is, blijft het toch spannend. Dus het was, ik vond het wel redelijk spannend. Zo vaak, zo spannend is het niet, moet ik zeggen. Ja, dat was in de rust van onze wedstrijd dat daar duidelijkheid steeds meer kwam van het is nog steeds spannend. En het waren nog een paar minuten spelen in Groningen. Dan neemt de spanning wel toe en dat merk je. Ik bedoel, we hebben hier geen ESPN waar we even die wedstrijd kunnen volgen. Nee, je moet het doen met lijntjes die je hebt. Twitter bleef lang stil, dus dan ga je toch andere manieren zoeken om in contact te komen met die wedstrijd. Ik heb van de wedstrijd van ons heb ik heel weinig gezien, want ik was continu op mijn telefoon aan het kijken van krijg ik weer nieuwe berichtjes door van tussenstanden. Ja, ze kwamen vrij snel voor. Daarna kwamen ze nog weer even achter, toen toch weer voor. En uiteindelijk duurde die wedstrijd ook nog wat langer, want het zal al lang klaar moeten zijn en iedereen dacht van waarom horen we nog niks en die wedstrijd was nog niet afgelopen. Nou, en uiteindelijk wonnen ze met 5-4. Ja, tenminste, als wij winnen, dan zijn we kampioen. 5-4 winst. Hebben 5-4 gewonnen? Wie? Eerlijk, wij zijn verloren. Dus als we winnen, zijn we kampioen. Oh, niet te hard, hè? Hey. Oh, oh. Niet te hard, hè? Rust. Dan hoor je dat het... Dat het klaar is, ja, dan is het wel even een onwerkelijk momentje, want dan ben je al kampioen. Ik heb wel tegen Bas en de andere stafleden gezegd, jongens, hou dat zoveel mogelijk weg. Want dat zou er zo kunnen zorgen dat onze focus op de wedstrijd verminderd wordt. En dat zag je ook, hè? We waren wat slordiger. We stonden 2-0 voor. Hè? Ik vond dat iets te storend. Alleen uiteindelijk kun je het niet meer weghouden als het publiek daar in de hal... halverwege de tweede helft, op een gegeven moment wij zijn kampioen gaan ruzie roepen, ja, dan krijg je zeker mee. Voor mij persoonlijk was het wel lastig om de focus te bewaren. Aangezien ik dan meteen doorkreeg wat de uitslag is aan de andere kant. Ja, dan zijn dat wel even hele rare minuten dat je daar staat en... dan komt het echt dichtbij. Ik bedoel, je hebt er heel lang naar uitgekeken en vorig jaar was het natuurlijk net niet. En daarom waren we misschien dit seizoen ook wel iets terughoudender daarin. En op een gegeven moment die laatste minuten, dan is dat wel heel gaaf. Ja, je zoekt elkaar natuurlijk toch op, want je bent met z'n allen hiermee bezig. Dus ja, je. Je zoekt als bestuursleden zoek je elkaar op. Kijk, als het afgelopen is, dan was het ook nog wel opvallend. Er was niemand die van de tribune het veld opstormde. Dus eerst hebben de spelers echt met elkaar gevierd en de staf. Op een gegeven moment hoorde ik van Kamal dat Heracles had verloren. En ik kon het ook gewoon niet geloven, dus het maakt me eigenlijk niet uit wat ze riepen. Ik moest het eigenlijk met mijn eigen ogen gewoon zien, voordat ik het kon geloven wat er daar had afgespeeld. Ja, tuurlijk, maar het is mooi, want we waren gewoon kampioen op dat moment. Alleen, niemand zag het aankomen op dat moment. Ja, dat is natuurlijk een geweldig seizoen geweest. Ik bedoel, je staat in de bekerfinale en je promoveert naar de Eredivisie als kampioen.
En je verliest geen één wedstrijd. Hè? Ik bedoel, dat is echt heel knap op dit niveau. Dat het, ook dit jaar in de eerste divisie, Eredivisie, is er geen club die dat voor elkaar heeft gekregen. En dat heeft de staf en dat hebben de jongens wel echt heel goed voor elkaar. Ja, het was natuurlijk heel mooi dat je gewoon op dat moment al kampioen bent. Dat zorgde er wel voor dat er een stukje last van je schouders afging. Volgend jaar een historisch seizoen, voor het eerst in de Eredivisie. Dus in ieder geval uniek voor een Edese ploeg dat die op het hoogste zaalvoetbalniveau uitkomen. Voor mij als speler heel uniek, omdat het voor het eerst is dat ik op het hoogste niveau mag acteren. Dus ik denk alleen maar uitdaging en hopelijk wat moois neerzetten en dat wij niet een eendagsvlieg worden volgend jaar. Nou, ik kan zeggen, dit is mijn mooiste seizoen in het zaalvoetbal. We hebben de beekfinale gehaald en we zijn gewoon kampioen geworden in de Eerste Divisie. Het voelt zeker alsof ik een doel bereikt heb dit seizoen. Ik had tegen de club gezegd dat ik hier zou blijven totdat we de Eredivisie in zouden gaan. Ja, je sluit ook wel iets af. Ik bedoel, het was ook letterlijk een plan dat we met z'n allen aangegaan zijn, een ambitie. Nou, dat heb je nu gehaald. En dan moet je nu daar eerst even van genieten. En dan moet je ook wel weer gaan nadenken van nu zijn we er, waarom wilden we er zo graag komen? Daar hebben we echt wel over nagedacht, maar nu kunnen we dat ook gaan uitwerken. Van ja, nu zijn we een Eredivisieclub. Dat biedt mogelijkheden, maar ja, wat dan? En hoe gaan we dat doen? En met wie? Wie kunnen we daar nog bij aanhaken? In eerste instantie zou ik zeggen, handhaving is doel 1, nu, voor volgend jaar. Dan zou ik de volgende jaar al eigenlijk de stip op de horizon willen zeggen, kwalificeren voor de winnaarspool. En dan jaren daarop zou ik zeggen, nou weet je, waarom niet meedoen om de titel? Ja, een speech geven, dat is niet echt mijn ding. Maar goed, met een beetje lichte druk van links en rechts is het er toch wel gekomen. En kijk, het is natuurlijk mooi om op zo'n moment een aantal mensen te bedanken. Maar goed, ja, het is niet helemaal mijn ding. Als je 10 jaar geleden een vereniging opricht, daar zijn nog een aantal mensen van het eerste uur hier aanwezig. Elvis! Dat is de eerste die je dan natuurlijk moet noemen, want zonder Albert was het helemaal nooit wat geworden met deze club. Ik ga helemaal niet lang vertellen, want ik ben helemaal niet goed in speechen. Ik ben hier helemaal niet goed in. Ik wil van jullie een heel hard applaus voor deze groep die ons als ZV Ede naar de Eredivisie heeft gebracht. Jongens, echt, ik ben trots op jullie.